Doen we net alsof we het Beamer Unicorn Journaal presteren. Hop, hop. Goedenavond. We hebben weer heel veel meegemaakt. Kom nou maar zitten. Welkom bij het Beamer Unicorn Journaal. Wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? We hebben vandaag een aantal kijkersvragen die we gaan behandelen. En daarnaast de laatste roddels en geruchten. Dus blijf kijken. Oké. Leuk dat jullie kijken. We hebben vandaag dus een Q&A voor jullie met alle vragen die jullie ons gisteren gesteld hebben. En dat waren er een hoop. Ik denk dat we zeker over de 400 vragen zaten. Ik denk het wel, ja. Het was echt crazy. Ja, wel heel veel dezelfde vragen. Dus we hebben er al even doorheen gescrollt en eventjes een selectie gemaakt van wat is leuk voor jullie om te weten. Maar toen hadden we iets bedacht. Ja. We hebben bedacht dat we allebei een aantal vragen uit die hele lijst kiezen. En die gaan we dan aan elkaar stellen. Dus ik weet eigenlijk niet. Dus het kan zijn dat er misschien dezelfde vragen tussen zitten. Dat weet ik niet. Maar we hebben dus een aantal vragen uitgekozen die we elkaar gaan stellen. En dan hopen we dat jullie iets meer te weten komen. En dan hopen we dat misschien jouw vraag wel beantwoord wordt. Ja. Zo niet, moeten we misschien nog een, hoe heet het? Videoserie maken hierover. Ja, nog meer vragen. Mag ik beginnen met mijn vraag? Begin jij, wacht even. Vraag 1. Hoe komen jullie aan al die mooie overnachtingsmogelijkheden? Vraagt Deem-24. Hele leuke, goede vraag, Deem. Hoe wij aan al die overnachtingsplekken komen. Nou, eigenlijk heel simpel. Gewoon online. We kijken gewoon heel veel op Booking, op Agoda, hotels.com. Maar ook best wel op Instagram. En heel veel blogs. Ja, we kijken gewoon. Ja, bijvoorbeeld Reisjunk kijken we. Ja. Die hebben echt een hele informatieve website. Ja. Maar ook gewoon om ons heen. En eigenlijk ook vragen gewoon een beetje om ons heen mensen. Ja. Als we in één plekje zijn, zeggen we, oh, we gaan volgende week naar daar naartoe. Waar moeten we dan waar moeten we zijn als mensen daar geweest zijn? Dus. En tot nu toe is het eigenlijk nog niet echt tegengevallen. Want we zeker niet. Dus zeker, dat, niet. Zeker niet. Okay, zal ik doorgaan? Oh, ga jij nu aan mij stellen? Ja, ja, ja. Is goed. Van alle plaatsen waar we tot nu toe geweest zijn, wat is je top 3 daarvan? Wilt Aline Wil weten? Ik denk dat ik de steden sowieso wel het meest bijzonder vond. Maar de boottocht van de Filipijnen was ook wel echt een ding. Dus die staat denk ik op 3. Dan heb ik denk ik Bangkok op 2. En Hongkong vond ik toch wel echt de meest indrukwekkende stad. Dus die staat wel op 1. Oké. Nou, Hongkong voor mij ook wel, om de vraag snel te beantwoorden. Vond ik echt heel vet. Volgende vraag. Hoe hebben jullie de backpacks ingevraagd? Vraagt Lieke van der Kam. Hoe hebben we? De backpacks ingepakt. De backpacks ingepakt. Gewoon proppen. Nee. Stouwen. Nee, we hebben 2 hele vette backpacks meegekregen van Pluto Sport. Daar zijn we heel dankbaar voor. En dat zijn wel echt hele goede backpacks. Die kan ook van de, ja, hoe heet dat? Voorkant. Kan je ze openklappen als een soort van koffer. Weekendtas idee, maar ook van de bovenkant, maar ook van de onderkant. Heel veel vakjes, heel veel ritsjes, dus dat is top. En daarnaast hebben we eigenlijk alles in van die packing cubes, dus kleine zakjes met ritsen gedaan. Dus ik heb 3 van die zakjes, eentje met onderbroeken, eentje met shirtjes, eentje met broekje. En nog, nee, 4 en nog eentje met random rommel. Ja. Maar deze vraag heb ik wel veel voorbij zien komen. Dus misschien. Ja, meer op wat we mee hebben, dus dat is wel nog een leuke om ook een video over te maken. Als jullie dat willen zien, laat even weten. Ja, maar wat hebben we nou allemaal in onze backpack zitten? Want soms dan ligt de kamer helemaal vol en dan kijken we, het past gewoon allemaal weer in één backpack. Dus het is wel leuk om te laten zien van wat hebben we dan allemaal mee. Ja, dus wil je dat zien, wat we mee hebben, hoe we dat inpakken, laat het even weten. Ik ben hè? Ja. All_about_Helena, goeie naam, vraagt wat is de vetste ervaring tot nu toe en wat is het meest absurde wat je hebt meegemaakt? 2 vragen in 1. Ja. De vetste ervaring? Ja, sowieso de boottour. In de Filipijnen? Dat was gewoon zo'n back to basic expeditie Robinson ervaring. Dat was sowieso de vetste. En uiteraard wel de Transmogrolie, omdat dat ook gewoon iets heel geks was. Ja. En absurde? Of gekke? Absurde vond ik wel sowieso China. Maar om specifiek iets te noemen, daar was een kindje in de metro en die moest plassen. En nou ja, die moeder die zei gewoon oké, plas maar gewoon hier op de grond.
En wij zaten echt zo te kijken van, maar we zitten in de metro. Nou, maakt niet uit, in China kan het gewoon, niemand keek op of om. En die metro ging rijden en je zag die plastraal zo, zo door die trein gaan. Nou, dat vond ik wel echt, toch? Dat was... Ja, dat was heel smerig. Ja. Maar sowieso in China, overal plassen ze op straat, boeren tuffen, roggelen. Ja, we hebben wel meerdere mensen op straat ook zien plassen. Ja. Oké. Ik herinner me dat Joost soms brood met kaas en kroket nam. Mist hij deze Nederlandse producten al? Goeie vraag. Wie vraagt dat dan? Timba, 11. Wie is dat? Een oud collega. Ja, misschien ken je dat wel. Een broodje met oude kaas. Nou, en ken je dat wel? Dat is wel weer eens heel. Ik heb jou dat nog nooit zien eten, man. Nee, maar ja. Kantoordingetje. Thuis vind ik het iets te veel van groeien. Maar dat is echt lekker. Maar of ik ook ander eten mis? Nou ja, of je alle Nederlandse producten mist. Nou, ik zou wel zin hebben in gewoon een bruine boterham met boter en oude kaas of zo. Maar het is niet dat ik heel erg verlang naar kroketten, frikandellen of iets. Ook omdat je weet dat komt ook wel weer als we thuis zijn of zo. Ja. In ieder geval, dat heb ik. Zeg maar ja, nou ja, het zijn hier genoeg hele lekkere andere dingen om te. Ja, dus qua eten mis ik net niet echt volgende iets. Vraag. Volgende vraag. Van Annelie Bouwhuis. Naar welk land willen jullie absoluut niet heen tijdens de wereldreis? Ik denk dat India is. En dat komt omdat ik daar al geweest ben toen ik 17 was. En ik vond dat toen zo'n heftig land met zoveel verschillen tussen rijk en arm. En gewoon zo druk, zo chaotisch. Dus ik heb het een keer gezien en dat was genoeg. Dus ik zou niet tegen Joost zeggen van zullen we nog naar India. Maar volgens mij heb jij ook niet heel erg die... Nee. Dat je dat een heel interessant land lijkt. Nee, niet direct. Het zijn leukere landen, denk ik. Kom op. Wat mis je het meest van Nederland en wat absoluut niet? Vraagt Desiree Wichman. Wat ik mis? Nou, ik mis niet echt iets, maar als ik dan iets moet noemen, misschien meer de... Dat je gewoon even op de bank kan zitten, even kan zappen. Ja. Gewoon je eigen plekje, je eigen omgeving. Hier leef je alleen maar van hostel naar dorm, naar kamer, gewoon altijd backpack uitpakken, heen pakken. Ja. Niet echt je eigen momentje of zo, je eigen ruimte. Dus dat mis ik misschien wel. Mis is een groot woord hoor, maar dat zou wel lekker zijn om af en toe heel even gewoon zo te hebben. En qua mensen komt het denk ik ook wel doordat je nu zo makkelijk kunt appen, facetimen en zo. Het voelt allemaal niet heel ver weg. Zo. Dus... Dat was even de andere camera, lekker. Ja. Nee, maar het kwam... Nee. En je ontmoet echt veel mensen ook. Ja. En het is, iedere dag is ook weer nieuw en anders. En iedereen zit hier in een bepaalde flow, waardoor je... Maar goed, wat mis je absoluut niet? Ja, mensen. Nee, maar... Het leven met een agenda, denk ik, is wel echt een... Dat was jouw vraag, dus... Ja. Ja, nee, dat mis ik niet. En het werken mis ik niet. En het moeten... Zeg maar een beetje dat sociale druk. Nou, dat mis ik niet, zeg maar. Het is gewoon, je kan hier echt doen wat je wil. Wat je eigenlijk in Nederland ook zou moeten doen. Doen wat je wil, maar daar merk je toch, daar is toch een sociale druk. En is toch van vaak het moeten van dingen die je misschien niet wil of ziet zitten. Dus dat eigenlijk. Ja? Ja. Akkoord? Goed, zou deze goed antwoord. Ja, die... Hoop het. Ik hoop het. Sterre, Sil. Die heeft een vraag, die hebben we vaak gehoord, maar komt die. Die begint al met, lekker brutaal, maar hoe bekostigen jullie deze trip? Ja, dat was denk ik wel de meest gestelde vraag tot nu toe. En ik snap op zich dat jullie die vraag stellen, maar wij zeiden ook al tegen elkaar... Maar wat is nou het antwoord? Ja. Nee, wij zeiden ook al tegen elkaar, het is best gek eigenlijk dat als je op reis gaat, dat mensen dan... Zo direct op de man afvragen, hoeveel hebben jullie gespaard, hoeveel geven jullie per dag uit? Want in Nederland vraag je dat ook niet aan iemand zomaar van, ja, wat verdien je en wat geef je op een dag uit? Hoe hoog is je hypotheek? Nee, terwijl ik snap het wel, want het is omdat mensen heel graag willen weten, wat geef je uit, zodat ze dat zelf ook kunnen gaan doen. Maar omdat het zo'n groot vraagstuk is, lijkt het ons beter om daar dan een keer een aparte video over te maken van hoe hebben we gespaard, wat geven we uit op een dag, hebben we nog inkomsten, want dat zijn wel dingen die we iets meer zouden kunnen uitleggen dan en
Dus ja, daar gewoon, kunnen we niet één antwoord op geven. Sorry, ja, die video gaan we zeker maken, denk ik. Ja, dus daar hoef je niet voor te reageren. Ja, leuk, maar we gaan Mag ook. Ik ben alweer, hè? Ja, even kijken. Wat deden jullie voor werk en pakken jullie dat thuis ook weer op? Nou, jij deed niks behalve genezen en weer beter worden. Ja. Dat is vrij simpel. Ik had gewoon een fulltime baan in de sales, als sales manager in de online marketing. Eigenlijk vrij kort en duidelijk en kan ik erover zijn. En dat mis ik niet. Niks ten nadele van mijn collega's, van mijn werk, maar... Ja, ik vroeg het toevallig net nog van, over je collega's. Ja. Nee, maar ik heb te weinig behoefte aan. En wat we daarna gaan doen voor werk? Ja, we leven nu. Ik weet het niet. Het komt allemaal wel. Dit vind ik ook een goede vraag van Sanne _ XOX. Wat vinden jullie irritant aan elkaar en hebben jullie wel eens ruzie? Ja, vechten elke dag. Nee, thuis hebben we eigenlijk ook nooit ruzie. En het is niet zo als je dan op reis gaat dat je dan in één keer wel ruzie maakt, lijkt mij. Dus nee, ruzie hebben we nooit. Maar natuurlijk, je bent 24/7 met elkaar. Dan zijn er af en toe natuurlijk wel even wat irritaties. Wat ik irritant vind is dat Joost niet zo goed kan zoeken. Als er iets kwijt is, dan is het altijd waar ligt in je. Het is eigenlijk eerst kijken en dan vragen. En hij kan ook heel erg treuzelen als we moeten gaan. Dan nog even op mijn telefoon kijken, nog even dit, nog even dat. Kom nou. En andersom vind je altijd dat ik te snel loop als we op straat lopen. Hè? Loop nou even langzaam, we komen echt wel thuis. Ja, als ze dan eenmaal moe is of honger of... Doorlopen. Terwijl ja, denk ik, nou, als we 3 minuten later ergens aankomen, is het ook goed. Ja. Maar goed, ruzie? Nee. Ik ben, hè? Nee. Oh, nee. Oh, wow. Hoe ver en hoe plannen jullie je reis vooruit? Vraagt Michelle van Doorn. Hoe ver? Nou, niet heel ver. We kijken eigenlijk een beetje van land tot land. In het begin hadden we dat natuurlijk best wel gepland. We moesten het plannen met die hele Transmongolië Express. Door China. Rusland, Mongolië, China. Dat moest allemaal ook voor je visa allemaal worden vastgelegd. En eigenlijk vanaf het moment dat we naar de Filipijnen zijn gegaan, hebben we dat losgelaten. En kijken we zo een beetje per land wat makkelijk is om door te reizen. En dat is hetzelfde per stad waar we dan zitten in dat land. En hoe? Heel veel mensen om je heen. Om je heen zit je natuurlijk onder de reizigers. Dus ja, er is altijd wel iemand. Wel, ja, nou, hey. Vooral dan met het bezorgen. Ja, we kijken vooral wel online van wat denken wij dat de beste keuze is. Dus gewoon met blogs en ook via YouTube. Wat doen andere mensen en wat is een beetje de begaanbare route? Want het is zonde als iedereen van, nou ja, met de klok meegaat en wij dan net tegen de klok in gaan reizen. Dat is misschien eigenlijk ook niet gezellig. Nee. Dus dat zoeken we online wel een beetje op. En verder gewoon vragen we aan mensen onderweg. En gewoon krijgen we heel veel tips van jullie eigenlijk. We zijn zo al echt op veel plekjes geweest. Ja. Die we hadden zelf niet ontdekt, maar waar een van jullie misschien wel was geweest. Dus dat is vooral... Maar en hoe ver plannen we vooruit? Eigenlijk per plek waar we zijn meestal. Als we ergens bijvoorbeeld 3 nachten zijn, kijken we dan als we aankomen pas van wat wordt dan het volgende. Ja. En bijvoorbeeld zoals nu zijn we dan op Koh Lanta en eigenlijk wilden we naar Koh Lip door. Maar toen kwamen we hier en toen kwamen we erachter dat er geen boot ging. Dus soms is het ook wel een nadeel dat je niet alles heel ver vooruit plant. Want als we wel dat goed hadden bekeken, hadden we dus gezien dat het laagseizoen is en er geen boten gaan. Dus dan moet je in één keer wel weer de planning omgooien. En we zouden dus eigenlijk doorreizen dan naar Maleisië. Maar omdat dat allemaal niet gaat, gaan we nu terug. Gaan we eerst naar Vietnam. Dus soms gaat het ook wel zo, maar dat is ook alweer lekker of zo. Maar ja, boeiend. En nu zitten we hier ook veel langer vanwege die arm van mij. Dus... We zouden hier 3 dagen blijven, we zitten er nu al 6. 7 of zo. En we blijven er waarschijnlijk ook nog 2. Dus. En dat is geen straf voor trouwens, want we zitten er echt heerlijk bij. Maar goed, bedankt dat je antwoord hebt gegeven op mijn vraag. Nu jouw vraag van Kelly, denk ik. Mag jij ook helpen met dit antwoord? Ja. Hoor? Hoe gaat het met Fiora, haar weerstand en vermoeidheid tijdens het reizen? Oh, nou, misschien moet ik dan toch mezelf doen, hè? Ja. Nou, ik kan het wel vertellen. Oh, nou zeg maar, goed. Eigenlijk heel goed. Mijn weerstand is sowieso helemaal geen ding meer. Dat wilde ik natuurlijk eerst gewoon helemaal goed hebben voordat we weg zouden gaan. Want je gaat wel naar landen toe waar je een goede weerstand voor moet hebben. En qua vermoeidheid hebben we gewoon met elkaar afgesproken dat als het voor mij te vermoeiend wordt, dat we dan even een dagje rust inplannen. Maar eigenlijk
ja, ik doe totaal niet onder aan jouw energie. En nou ja, ik sport sowieso meer. En Joost moet nu sowieso veel meer rusten. Dus hij is eigenlijk hier nu de patiënt. En ik, nee, met mij gaat het gewoon heel goed. Dus ja. Lief dat je het vraagt, maar het gaat gewoon heel goed. Ja. Beter dan verwacht zelfs wel. Ja. We hebben nog nooit eigenlijk pas op de plaats moeten doen vanwege mijn En het is best wel grappig, want iedereen denkt ook dat je zo op reis bent en dat je iedere avond uit eten gaat en dan nog een drankje op het strand en dan zus en zo, een feestje. Maar de keren dat wij na 1 uur 's nachts op bed hebben gelegen, die zijn misschien op 1 hand te tellen. Ja. En nou, we liggen 12 uur, denk ik. Ja, we liggen iedere avond gewoon eigenlijk netjes om 11 uur te slapen en is het soms ook gewoon even snel ergens wat eten. Liggen om 7:30 gewoon weer in het hostel of op de kamer een serietje te kijken of een boek te lezen. En je leeft veel meer met het licht mee eigenlijk. Dat merken we ook wel. Je kan elke dag zo... Financieel gezien kan dat niet. Maar dat gaan ze dus nog zien. Spannend. Nee, nu ben ik dus. Jij mag wel je vragen met mijn jas. Nee, ik heb hierna nog maar één staan. Zijn er spullen in je backpack die je nog niet hebt gebruikt? Wil Annelies Nijpels weten. Nou, ik denk dat ik alles wel gebruikt heb. Alleen niet sommige dingen niet heel vaak. Nee. Ik heb wel een soort van hardloop, ja, hike, trekking, alles in één, schoenen mee. Maar die heb ik denk ik 2 keer aangehad. En die zul je wel de hele tijd mee. Ja, en bijvoorbeeld, ik heb 1 soort van truitje en een vest mee. Ja, die in de trein en in Rusland en in China hadden we dat echt nodig. Hey, ik ben toch... Sorry, ik mocht toch aanvullen? Hebben we dat wel nodig gehad? Maar ja, we zitten nu al 5-6 weken in de 30, 32 graden. Dus ja, dat vest dat ligt ook onderop in de tas. Maar je wilt het ook weer niet weggooien, want ja, straks moeten we een keer een vlucht maken van een paar uur. En in het vliegtuig is het altijd echt rete koud. Dus ja. Maar alles heb ik wel een keertje aangehad. Of aangeraakt. Ik heb nog 1 vraag voor jou. Hebben jullie constant een vakantiegevoel of is het dan normaal? Dat wil Priscilla, denk ik. Pris 00381. Nou, zeker in dit soort tropische bestemmingen heb je wel. In ieder geval, ik wel echt een vakantiegevoel, maar in die Chinese steden vond ik dat wel iets minder. Zeker als het dan niet heel warm was, dan voelde het niet heel erg vakantieachtig. Maar hier zeker wel. En dat merk je dan ook wel met eten en drinken en zo, dat je denkt, ah, even een weertje. En dus daar moeten we ons zelfs wel een beetje in remmen van, ja, maar we zijn een jaar weg, dus het is niet elke dag feest. En wat we net ook al zeiden, dan ja, redden we dat financieel ook gewoon niet. Nee, het gevoel is er wel, maar of het, ja, omdat je in zo'n vakantiesetting zit, heel veel, maar het is ook niet dat je iedere dag... Ja, denk van, wow, ik heb vakantie of zo, weet je. Nou. En het gaat ook een beetje wennen. Ja, het went wel, maar het is ook, ja, het is een beetje en-en. Ja, ik weet niet. Ja. Misschien zijn we daarvoor nog te kort aan het reizen, zeg maar. We zijn nog geen 100 dagen weg, dus. 3 maanden precies. Ja. Oké, heb jij nog 1 vraag? Nee, nog 2. Mag ik die allebei achter elkaar stellen? Ja, moet je snel dan. Oké, is er een bestemming waar jullie het meest naar uitkijken? Wil Lenny Peters 93 weten? Nou, ik was heel benieuwd naar Hongkong, daar zijn we al geweest. Japan lijkt me ook heel nog wel vet. Oh, ja. Dat hebben we niet op de planning staan, maar dat nou, ja, stiekem wil ik daar wel heel graag naartoe. Australië lijkt me wel gaaf, omdat we daar gewoon echt wel 2 maanden in een campertje willen gaan rondtrekken. Maar dat duurt nog wel even, dus dat is ook dan weer te ver weg om heel erg naar uit te kijken of zo. Ja. Hetzelfde geldt voor Zuid-Amerika, dat staat op de planning, maar ja, dat wordt waarschijnlijk pas na oud en nieuw ergens. Ja, dat is toch zo ver weg. Dus op korte termijn, ja, we willen nog naar Sri Lanka en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, want dan kom ik gelijk bij de volgende vraag. Wat is jullie volgende bestemming? Nou, we zijn nu in Thailand en we wilden naar Maleisië via het zuiden, wat je zei. Mm-hmm. Maar dat kan niet, dus we gaan nu naar het noorden van Thailand, naar Chiang Mai. En vanuit Chiang Mai gaan we dan door naar Vietnam. Yes. Eigenlijk wat dus inderdaad niet op de planning stond, maar dat gaan we dus nu wel. Ja, Vietnam stond wel ergens op de planning, maar... Ja, maar niet direct naar Thailand. Nee. Dus we gaan nu naar Vietnam. En had jij ook nog een eigen vraag bedacht? Een eigen vraag voor jou? Ja, ik namelijk wel. Nee.
Okay. Ik wist niet dat dat moest. Ik wist niet, dat moest ook niet, maar ik wilde deze vraag nog wel graag stellen. Met de kennis van nu, zou je minder meenemen in je backpack? En zo ja, wat zou je dan thuis laten? Oh, dan zou ik echt minder shirtjes, minder broeken meenemen. Nog minder? Nee, we hebben alsnog... Aan wie vroeg je iets? Nou ja, ik heb... Nou ja, je hebt hier niet heel veel aan de hele dag. Zeker nu in die tropische temperaturen en vibe, heb je gewoon iedere dag eigenlijk je zwembroek aan en een shirtje. Ja, maar dat shirtje van vandaag, dat heb je een halve dag aan, want de helft van de dag lig je in het zwembad of in de zee en kan je het morgen weer aan. Dus ik zou wel echt minder shirtjes, minder broeken, minder zwembroeken. Ik heb 3 zwembroeken bij me. Ik weet niet waarom, maar goed, ik heb er 3. Maar met 2 was het ook wel gelukt. En met 1 misschien ook wel, want je hebt op iedere straat of hoek van de straat kan je hier wat kopen. Dus daar, ik zou echt wel minder kleding meenemen. Ja. Ja. En voor de rest, nee, ja, alles is te koop overal ter wereld, weet je. En we hadden online wel overal gelezen en gehoord van, ja, je moet gewoon, ook al ga je op een wereldreis, niet meer dan, zeg maar, voor een week aan kleding meenemen. En dan denk je, ja, een week, maar ja, dit shirt is ook wel leuk en die en die en die. Maar eigenlijk is dat wel echt zo. Ja, zeker. En je laat alles hier wassen voor... Oké. Nou, dat was een kleine technische onderbreking, ja, maar geen idee. Oké, dan hebben we nog een aantal snelle vragen, hè? Ja, we hadden natuurlijk zoveel vragen, maar een aantal waren een beetje ja, nee en korte antwoorden. Korte antwoorden, dus. Gaan misschien wel over, want ik weet ook niet welke jij hebt bedacht, dus misschien zijn het wel dezelfde. Oké, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Oh, we gaan die kant op. We moesten snel antwoorden. Okay. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Via Tinder. Hoe lang zijn jullie samen? In komende december, eerste kerstdag, 6 jaar. Dat is nog best lang, hè? Dit antwoord. Kort, zei ik. Oh, sorry. Bijna 6. Kan het zijn dat jullie langer weg blijven dan een jaar? Ja. Oh, nu ben ik, hè? Oh, het is ook wel een beetje in die stijl. Hebben jullie al heimwee? Nee. Hebben jullie tot nu toe onveilig gevoeld? Nee. Willen jullie trouwen en kinderen? Ja. Oh. Oh. Alleen hebben we daar misschien geen geld voor. Nee, zeker niet. Ja, ik denk dat we nog wel een half uur door kunnen gaan. Maar dat doen we niet. Nou ja, niet nu, maar... Nee. Nou ja, als jullie dit leuk vonden, dan kunnen we het nog wel een keer doen. Zeker. Als je vraag nog niet beantwoord is, dan doen we het gewoon nog een keer als je dat leuk zou vinden. Ja. Verder. Dit was het wel, denk ik. Dat we er zijn. Ik hoop dat jullie dit even leuk vonden. Een keer wat anders. We hebben geen idee wie. Maar er kwamen zoveel vragen en zoveel reacties. Ja. Dus wie weet, tot de volgende Q&A. Yes. En voor nu gaan we lekker zwemmen, denk ik. En chillen.